Goed, dames en heren, dames en heren moet ik zeggen natuurlijk. Welkom, oriënterende ronde 2, parallele sessie vandaag. Wij zitten in de Hardenbergzaal, waar we het onder andere gaan hebben over het ecologisch bermbeheer, een bestemmingsplan en de nieuwe haven, wat daarmee gaat gebeuren. Drie bespreekstukken op de agenda. Ik heb de vergadering bij deze geopend. Ik zou u willen vragen of u kunt leven met deze agenda of dat u hem wilt amenderen. Ik hoor net hiernaast, voorzitter, dat ecologisch bermbeheer bij voorkeur van de agenda moest. Oké. Maai hem er maar af, hoor ik. Nou, ik stel toch voor dat we... Ik zie een meerderheid ontstaan. Ja. Nou is het alleen zo dat in de oriënterende ronde er maar één iemand nodig is die het wil bespreken. Dus, en ik vrees dat er iemand is die dat toch echt wil. Nou, ik krijg vanavond ook nog een raad, meneer de voorzitter. Ja, dat is waar. Ja. Nou, ja, we zullen het zien. Overigens, de drie agendapunten die erop staan. We zijn in principe voornemens om die door te schuiven naar de raadsvergadering straks. Maar dat zal ik straks per agendapunt ook vragen of dat kan. Zo ja, of dan een hamerstuk of een bespreekstuk gaan worden. Nou, dat zien we straks wel. Eerst agendapunt 3, het spreekrecht. Volgens mij zijn we weer in de lucht. Verstaat u mij over? Dan, ik zie nu de heer Van den Berg in beeld. Dat is ook wel bijzonder. Ja. Even recht. Wat denkt u van, goh, wat is die Van der Wel ineens knap geworden? Ja. Moet ik meer opzij? Zo. Nou, zo wordt het wel 9 uur. Nog een eindje. Nou. Ja, daar zijn we. Goed, nou. Excuses voor deze interruptie. Ja, het wordt er niet beter op. Goed, een beetje onrustig begin van deze vergadering. We beginnen bij het spreekrecht. Er heeft zich niemand gemeld, dus ik ga er eigenlijk vanuit dat... ik zie ook mensen achter mij nee knikken. Dat betekent dat we kunnen gaan beginnen aan het meningsvormende deel. En dan beginnen we met agenda punt 4. Ik vermoed dat in elk geval mevrouw Luit daar het woord over wil voeren. Maar even kijken bij de ChristenUnie. Meneer Mulder, CDA. Meneer Rodemond niet. Nou, dan kunnen we bijna niet anders dan bij u beginnen, mevrouw Luit. Dank u wel, voorzitter. Ik vind het bijna jammer dat er zo'n baldadige stemming heerst op de laatste avond... voor het reces bij zo'n onderwerp. Maar ik geef direct toe, ik heb ook natuurlijk vol verwachting zitten wachten... toen ik hem zag binnenkomen, de nota bermbeheer. Dat moet wel echt een briljant beleidsstuk zijn. Een waar staaltje politiek vakmanschap heb ik hier opgeschreven. Een glorieus visiestuk waar de kennis en de ambitie van afdruipt. Waarom verwacht ik dat? Omdat we er natuurlijk niet voor niks 2,5 jaar op hebben zitten wachten... En dat we er 3 moties hebben over ingediend en aangenomen. Dus daar ga je dan natuurlijk eens even goed voor zitten. En dat had ik misschien maar beter niet kunnen doen. Want ik was toch eerlijk gezegd heel erg teleurgesteld. Want in die 2,5 jaar heeft ons dit beleidsstuk gebracht. Daarin staat, om precies te zijn, wat ik dan maar even een verwaarloosbare ambitie noem. Van 20% van het areaal naar 35% van het areaal. Dat zouden we op geen enkel ander terrein accepteren als een serieuze ambitie. Er is een flinterdunne financiële onderbouwing. Ik heb erover nagedacht over dat woord en ik vind het echt. Want aan het eind van de nota staat letterlijk een disclaimer... waarin staat dat we er ook maar een beetje met de natte vinger hebben gegokt hoeveel het ongeveer is. Als u bedenkt dat 15% van de bermen ecologisch beheren kost ons 10.000 euro... maar als we 70% willen doen, dat is 4 keer zoveel... dan kost ons dat opeens 170.000 euro. En dat is 17 keer zoveel. Dat vind ik toch een heel interessante rekensom. En dat als je bedenkt dat een gemeente als Nijmegen... 1700 kilometer bermen ecologisch beheert tegenwoordig... met, naar eigen zeggen, nauwelijks extra kosten. Dus dan moet iemand mij toch eens uitleggen... waarom het hier 170.000 euro kost. Maar alsof dat dan nog niet genoeg is, wordt er ook nog gekozen voor eigenlijk wat ik een halfbakken methode noem, namelijk het maaizuigen. Het is toegegeven beter dan klepelen, maar nog steeds niet zo goed als het zou kunnen zijn.
En dan zijn ook nog eens een keer alle partners die er echt verstand van hebben en die zouden kunnen helpen op allerlei terreinen, IVN enzovoort, die zijn hier niet bij betrokken. Wat mij betreft blijft er bijna maar één conclusie over. En dat is dat het college, kennelijk de raad, die dit toch in meerderheid een aantal keer heeft aangegeven, toch niet helemaal serieus lijkt te nemen. En dat is altijd een slechte situatie. Ik kan er, u heeft het vast al begrepen, heel kort over zijn. Voor onze fractie is dit stuk echt absoluut onacceptabel. En dat is zo jammer, omdat in eerdere beleidsstukken, maar toen ging het om bezuinigingen, een aantal jaar geleden, werd er nog de loftrompet eigenlijk gestoken over alle voordelen van ecologisch bermbeheer. Voor wie het vergeten is, ik herhaal ze nog eventjes. Het is beter voor de afwatering, het is beter voor de verkeersveiligheid, het is beter voor de biodiversiteit en het is bijvoorbeeld ook nog beter tegen iets vervelends als de eikenprocessierups. En het kan niet zo moeilijk zijn, want er is tegenwoordig bijna geen gemeente meer die het niet doet. Dus kortom, meneer de voorzitter, ik wil heel graag van het college horen wat er in hemelsnaam in die 2,5 jaar is gebeurd of misschien wel fout gegaan met deze nota. Ja. Zijn we weer. Excuses voor de mensen thuis, we hebben wat technische problemen, dus ik ben even van stoel gewisseld en nu ook van koffiekopje. Meneer Bak, wou u reageren of was het een... Het was een opmerking van dat ik concludeerde dat mevrouw Luijten zich eigenlijk aansloot bij hetgeen ik geopperd heb aan het begin van de vergadering. Oké, dan gaan we eerst eens even kijken hoe de andere partijen erin zitten en we komen dan straks bij het college. Eerst meneer Mulder. Van de ChristenUnie. Ja, dus dan zou hij moeten doen. Hij doet het wel nu wel. Ja? Ja. Ja, hij is de iPad een beetje aan de kant terwijl hij staat. Sorry. Goed. Nou, korte interruptie. Het schijnt te maken te hebben met onze iPads en de mobiele telefoons. Hier, die reageren op deze microfoons. Door af en toe de microfoons uitvallen. Dus wij hebben nu allemaal onze telefoons en iPads even weggelegd. En hopelijk gaat het nu beter. En ik heb me net laten vertellen, er is een nieuw systeem op komst. Dat is misschien geen overbodige luxe. We gaan naar meneer Mulder, want daar waren we gebleven. Dat klopt. De ambitie die druipt er vanaf, zei de collega net, mevrouw Luijten. Ik heb eens even de afgelopen periode heb ik eens even de krant gevolgd. En ja, daar straalt wel wat meer ambitie uit dan deze gemeente op dit moment heeft. Voor 14 dagen geleden stond er in de krant: boer verdient aan de natuur, de kopte de Stentor. Uit het stuk kwam naar voren dat Friesland Campina en de Rabobank bezig gaan met het onderwerp biodiversiteit. Door boeren die later hun gras gaan maaien een hogere melkprijs tegemoet kunnen zien. En de Rabobank die geeft korting op de rente. Vervolgens stond er, afgelopen periode stond er, boer wil van zijn gifspuit af. Nou, dat is toch hartstikke positief. Stond vorige week in het Dagblad van het Noorden, boeren en tuinders moeten van chemische bestrijdingsmiddelen af. Het was geen milieubeweging die dat zei, maar de agrarische branche LTO zelf. Nou, ook zij zijn er zich van bewust dat er veel meer samengewerkt moet worden in de regio. Nou, en dan als klap op de vuurpijl stelt de staatssecretaris Van Dam jaarlijks 20 miljoen extra beschikbaar voor agrarisch natuurbeheer. Kortom, en dat geld is dan bedoeld voor de versterking van de biodiversiteit en het behoud van weiden en akkervogels in landbouwgebieden. Nou ja, ik vind, daar straalt wel ambitie af. En het stuk op dit moment van de gemeente, ja, die laat wat ons betreft nog wel wat te wensen over. Goed, er is natuurlijk een aanvulling op de notitie. Ik val u heel even in de reden, meneer Mulder, want een groot gedeelte staat wederom niet op de tape, omdat we toch wederom een storing hebben. Ik doe toch even een procedurevoorstel, want ik denk eigenlijk dat we op deze manier heel lastig kunnen vergaderen. Ook voor de fractie die maar één persoon heeft, en daar hebben we natuurlijk één van in onze raad. Die moet dit uiteindelijk wel terug kunnen zien. En dat is in dit geval even lastig, omdat dus toch we af en toe kampen met wat storingen. Wat is wijsheid in deze?
Ik stel gewoon even procedureel wat we zouden kunnen doen. Dat we eigenlijk straks het onderwerp, de onderwerpen die hier op de agenda staan, als u dat tenminste goed vindt. Hè, ik proef nog niet heel erg enthousiasme over dit eerste punt, als ik heel eerlijk ben. We zouden kunnen zeggen van we bespreken het straks in de Raad wat uitgebreider. Gaan het dan in één keer behandelen. Hè, omdat we dat in de raadzaal doen en we daar geen technische problemen hebben. Een alternatief is dat we eerst straks de oriënterende ronde moeten afwachten in de raadzaal. En dan vervolgens deze oriënterende ronde in de raadzaal moeten doen en dan pas de raadsvergadering. Maar dat lijkt mij persoonlijk qua tijd niet de meest ideale oplossing. Dus zo even een rondje doen van wat u wijs vindt, mevrouw Luiten? Een andere suggestie. Wat erbij komt, is dat waarschijnlijk die persoon in het pauze toch geen tijd om de hele band terug te luisteren. En we gaan straks nog naar de raadsvergadering toe waar we gaan besluiten. Ja. Dus in die zin zouden we ook gewoon door kunnen gaan zonder dat alles op band komt. Ja, dat wordt. Ja. Misschien even ecologisch bermbeheer, daar kunnen we het over hebben. Dat staat niet op stel en sprong, hè. Een belangrijk onderwerp. Maar we hebben hierna nog een onderwerp, dat is Marslanden. Ja. En daar hangen wel financiële consequenties aan vast. Ook in relatie tot onze partners, zeg maar. Dus het is wel van belang dat dat doorgaat, dat is wat ik wil zeggen. Wat we zouden kunnen doen, ik weet niet of het echt heel ernstig is, maar anders een band mee laten lopen, opnameapparaat, zodat we daarmee de mogelijkheid geven. Wat zeg je? Dat mag ook. Ja. Ik zou wel willen pleiten om zoveel mogelijk toch, toch door te gaan. Toch door te gaan, af te ronden in ieder geval. Ja. Oké. Okay. Ja, dat zal vandaag gaan zitten. Ja. Zitten jullie op mijn stoel? Oké, dan stel ik voor, dan gaan we het zo doen. We gaan gewoon door. We proberen zoveel mogelijk de microfoons te gebruiken. Als ze uitvallen, vallen ze uit. De griffier is hier ook aanwezig en we schrijven mee. Dus ik denk dat dadelijk goed komt. En we kunnen straks altijd nog besluiten of we het punt door laten gaan naar de raadsvergadering of niet. Ja, zullen we het zo doen? Oké. Okay. Meneer Mulder, u was klaar met uw verhaal? Nee, want ik was nog druk bezig. Ik zat nog middenin, ik was helemaal warm. Waar het ons ook om gaat is van dat ecologisch bermbeheer. De gemeente trekt alles naar zich toe. We hebben het steeds over participatie. Waarom zou je nou niet eens een keer een pilot proberen om met landbouwers of met de agrarische natuurvereniging, om daar eens een pilot mee op te starten, om met name in die hele grote landbouwgebieden, en die hebben we, Schuinersloot, De Krim, Bergentheim, Kloosterhaar, maar ook Dedersvaart. Nou, daar heb je tal van mogelijkheden. Nou, laten we dan eens proberen om ook de landbouwers erbij in te betrekken. Ik bedoel, Friesland Campina doet het. De staatssecretaris doet het. Nou, dan denk ik van, moeten wij als gemeente daar toch ook de mogelijkheden bij zien. En dan hoeven wij alle dure materieel wat eigenlijk werd opgezomd, hoeven wij niet aan te schaffen. Nou, en dat kan in mijn beleving tegen een lichte vergoeding. Dus, okay, maar dat willen we graag ook even van de portefeuillehouder. Ja, ja. Oké. Okay. Dank u wel, meneer Mulder. Dan volgens mij alleen Van den Berg nog, hè? Ja, meneer Van den Berg, CDA. Hij doet het, ja. Voorzitter, ik zal het proberen. Voorzitter, we spreken eigenlijk over de voorgelegde notitie en raadsvoorstel over ecologisch bermbeheer. In het voorstel staat de ambitie om ecologisch bermbeheer bij ingang van 2018 uit te breiden tot 35% van het totaal, waar we nu nog op 20% zitten. Wat de CDA betreft is dit een goede stap. We staan achter ecologisch bermbeheer en achter de duurzaamheidsambities, maar vinden het zeker ook belangrijk dat er een balans gevonden wordt tussen de kosten en het resultaat. De vorm die nu gekozen is, met bijbehorende kosten van €10.000 structureel per jaar, levert winst op in het ecologisch bermbeheer. Bovendien geeft het ons informatie over het mogelijke vervolg richting de stip op de horizon. Er is duidelijk dat er nog meer winst is te behalen op dit gebied. De eerste stap moet echter zijn om ervaring op te doen met één maaizuigcombinatie.
Op basis van bevindingen kan er eventueel een volgende investering worden voorgelegd aan de Raad. Deze notitie en het voorstel zien we dan ook als een positieve richting. Goed dat er wordt aangegeven dat partijen als IVN, LTO en het plaatselijk belang betrokken worden in deze concrete uitwerking. We hebben nog wel een vraag en de vraag is: waar blijft het maaisel? En misschien is het afzetten in de buurt bij akkerbouwers als bodemverbetering uiteraard, alleen als er schoon materiaal is, een optie. Dat was hem. Voorzitter, mag ik daar op reageren? Want ik vraag me eigenlijk af wat meneer Van den Berg bedoelt met schoon materiaal. Het gaat er nou juist om daar zoveel mogelijk verschillende kruiden en onkruiden in die bermen te kweken. Dus schoon gaat het niet worden. En bovendien, u zegt 10.000 euro is een mooi begin en die andere bedragen en maïza, nog meer maïza combinaties aanschaffen. Volgens mij hebben zowel meneer Mulder als ik net heel duidelijk gemaakt dat in deze nota eigenlijk helemaal niet wordt onderbouwd A, wat het kost en hoeveel we er zouden moeten kopen. Omdat wij ook zeggen, doe dat nou überhaupt helemaal niet. Want het is een slechte methode en u weet nog niet eens wat het kost. Dus wat dat betreft ben ik eigenlijk heel benieuwd waarom u daar dan wel zo aan vasthoudt. Nou, volgens mij staat er in die notitie duidelijk omschreven dat er het streven is om 3 maïscombinaties te halen. En wat dat dan op dat moment 180.000 euro kost. Volgens mij staat er en tegelijkertijd staat in diezelfde notitie dat het eigenlijk niet bekend is of het ook daadwerkelijk dat wel kost. En daar komt nog eens een keer bij dat deze raad zegt, nou, wij zijn helemaal niet zo enthousiast over die maïszuigercombinaties, dus moet u die überhaupt wel kopen? Ik geef aan dat de raad niet enthousiast is, maar dat zijn uw woorden. Wij zijn op dit moment wel enthousiast met die ene maïszuigercombinatie die er is. Helder. Volgens mij is het... meneer Bak, ja. Hey, nou wel. We zijn er. Ik heb een vraag aan mevrouw Luiten. Mevrouw Luiten geeft aan dat ambitie niet ver genoeg gaat. Dat maaizuigen niet de juiste methode is. Ik ben wel benieuwd hoe de Partij van de Arbeid dan tegen ecologisch bermbeheer aankijkt. En wat volgens u wel de juiste manier zou zijn. En heeft u daar ook kosten voor in beeld en hoe dat te organiseren? Want de heer Mulder doet volgens mij een voorstel. Maar ik hoor van u alleen maar dat het niet goed is. Maar ik hoor geen voorstellen. Nou, meneer Bak, ik heb al 2,5 jaar lang gevraagd aan het college om dit nou eens een keer uit te rekenen wat het nou daadwerkelijk zou kosten en wat de beste methode is, hebben we de vorige keer besproken. Het is duidelijk dat maaien en rapen de beste methode is. Maaien zuigen is dan iets minder erg en het allerergste is klepelen. Nou goed, dan houden we iets op met klepelen. Maar maaien zuigen, wij zouden er absoluut ook geen voorstander van zijn om 180.000 euro, waarvan we dus niet weten of dat klopt, te besteden aan nog meer maaizuigcombinaties. Laten we dat nou vooral niet doen. Dus wat dat betreft, wij daarvan vinden, ja, daar wachten we dus al 2,5 jaar op. Het college heeft 2,5 jaar de tijd gehad. Het kan toch echt niet zo moeilijk zijn dat je daar 2,5 jaar voor nodig hebt om dat goed uit te zoeken. En ik vind het voorstel van meneer Mulder een hele goede, dus daar sluit ik me graag bij aan. Oké. Dank u wel. Genoeg, denk ik, voor eerste termijn. Dan gaan we even naar de portefeuillehouder, de heer Snijders. Ja, dank u wel, voorzitter. Ecologische berm hier. Belangrijk onderwerp, zoals gezegd. We hebben, zo'n beetje 800 kilometer wegen te onderhouden. Als je dat keer 2 doet, dan zit je op 1600. Uitgesproken grote gemeente. En daar zijn we een aantal jaren bezig om dat op een voor een deel ecologische manier te doen. We hebben de notitie u aangeboden met de kennis en de wetenschap op dit moment. En die ervaring doen we nog steeds meer op en veel meer op. Zodat er ook wat meer ervaringsgegevens gaan ontstaan. We gaan inderdaad, zoals ook terecht wordt opgemerkt, naar 35% nu toe, ecologische bermbeheer. En we willen eigenlijk doorgroeien naar nog meer. Maar zoals u in de notitie ziet, daar hangt ook een prijskaartje aan. Ik kom daar zo nog even op terug. Ik vind het jammer dat de notitie toch niet de hooggespannen verwachtingen zeg maar, heeft beantwoord die we toch menen wel in dit voorstel neer te leggen. Door te zeggen, nou, we doen al wat en we willen eigenlijk alleen maar meer doen. Conform de wens van de Raad. Alleen we doen het ook wel op een manier die verantwoord is, maar die ook past binnen de financiële middelen die er op dit moment voor zijn. En dat heeft ook te maken met dat ook in de kadernota eerder ook wel aan de orde is geweest, financiële middelen. Volgens mij staat het zelfs nog op een wensenlijstje, maar dat die niet is geprioriteerd. Niet door het college, maar ook niet door de gemeenteraad zelf.
En dat kunt u zeggen van ja, dat is een beetje flauw. Nou, dat, zo is het niet bedoeld. Maar het is wel de politieke realiteit van dit moment. Dus we proberen binnen de financiële mogelijkheden die er nu zijn, zo ver mogelijk ons op te rekken om dat ecologisch bermbeheer, waarvan het college ook een voorstander is, om dat verder door te zetten. Mevrouw Luijten. Meneer de voorzitter, er wordt gezegd, goh, het is jammer, want het is niet geprioriteerd in de kadernota. Nee, dat komt omdat deze nota ruim voor de kadernota zou zijn worden aangeboden. En dat is niet gebeurd. Dus we hadden toen helemaal niks om überhaupt dat op te beoordelen. Dus dat kunt u wat mij betreft niet bij de raad leggen. Meneer Snijders. Nou, ik wil daar geen woordenspel over hebben. Volgens mij is hij 4 april, dacht ik, in de gemeenteraad geweest. Een eerste notitie voor de kadernota. Maar goed, het belangrijkste is, volgens mij hebben we een gezamenlijk doel. En dat wordt wel gedeeld door het college. Maar er wordt ook bijgezegd, binnen de mogelijkheden die er op dit moment zijn, gaan we het verder uitwerken en uitbouwen. Nou, en dan komen we op de methode. Van wat is dan de beste methode? Dat vind ik wel een lastige. We zijn het erover eens dat klepelen niet de gewenste methode is. Ja, en dan ga je naar maaien en oprapen toe. Of zoals in het voorstel hier ligt van maaien en zuigen. Ik heb me erin verdiept. Ik heb ook een aantal proeflocaties bekeken waar dat op dit moment gebeurt. Ik ben niet deskundig in die situatie. Maar wat ik wel weet, en zoals het ook is verteld, dat inderdaad maaien en hooien op zich wel hele mooie methode is, maar ook wel een hele kostbare methode, omdat je meerdere gangen moet maken om dat te realiseren. En dat kan natuurlijk. Waarbij ik ook heb begrepen dat de vraag is, want dat je zelfs via maaien zuigen, als je dat op een bepaalde manier doet, hetzelfde resultaat kunt bereiken, maar dan in één gang. Dat heeft er dan wel weer mee te maken hoe hoog je dat dan afstelt, hè, of je niet te veel flora en fauna materiaal weghaalt. Maar daar kun je, en daar zijn ook ervaringen mee opgedaan, dat dat heel goed gaat. Volgens mij de gemeente Zwolle loopt daar volgens mij redelijk mee voorop, zelfs met, met dat verhaal. Ja, u kijkt maar aan alsof u zegt, dan, nou, ik weet het niet. Maar dat is wel zoals het tot mij is gekomen en dat zijn ook de feiten zoals ik ze ken. Wij hopen daadwerkelijk ook hiermee wel een eerste stap hebben gezet. Maar ik realiseer me ook dat het slechts een eerste stap is, deze notitie. Wij zouden nu heel graag de ervaringen verder willen opdoen. Waarbij ik ook aangeef dat het eigenlijk ook wel een mooi moment is om te kijken naar ook de volgende raadsperiode, collegeperiode. Om te zeggen van nou ja, als een meerderheid van de raad vindt dat dit echt een belangrijk thema is om dit verder te brengen, dan zou je dat ook kunnen vertalen in de volgende raadsperiode om daar ook geld mee op te doen. En in de tussentijd doet deze organisatie, doet de gemeente gewoon veel meer ervaring op met dit verhaal. Een van de punten die daar dan bij komt, en dat is het verhaal wat ik hoor van de zijde van de ChristenUnie. Dat gaat eigenlijk over dat samenwerkingsverhaal. Hè? Dat je zegt, van, ja, je kunt het als gemeente alleen doen, maar probeer het nou ook met anderen samen te doen. De notitie zoals die hier voor ligt, die is besproken met de LTO, ook de afdeling Hardenberg en ook met IVN. Zij staan achter dit verhaal zoals we dit nu hier hebben neergelegd. Ik heb daar niet verdere grote ambities uit vernomen in de zin van actief zeggen van wij willen wat oppakken, wij zouden wat willen oppakken. Maar op kleine schaal gebeurt het wel al, ook in deze gemeente, maar dat is slechts nog op kleine schaal, dat zeg ik er ook eerlijkheidshalve bij. Het zou interessant zijn om naar de toekomst toe te kijken van goh, zijn er mogelijkheden waarmee je dat nou, op wat grotere schaal zou kunnen gaan doen. Ik hoor een aantal gebieden noemen, maar in die zin heeft zich nog niemand actief bij ons gemeld de afgelopen periode om dat op te pakken. En dat zou wel interessant zijn om te kijken of daar mogelijkheden liggen. Daar een vraag over. Gemeentebestuur dan ook actief bermen aangeboden aan de partijen, bijvoorbeeld de buurten? Of heeft u alleen gezien dat er geen proactieve houding daarin is? Daar zit een soort wisselwerking in. We hebben niet getenderd of dat heel actief in aanbieden gedaan. Aan de andere kant stimuleren wij elk initiatief wat op ons afkomt. En soms doen wij dat ook zelf. Een voorbeeld daarvan is de groenzones rond de bedrijventerrein de Broeklanden en op het bedrijventerrein Haardijk. Maar ook de groenzones langs de wijk Maslanden, wat we al sinds 2003 ook op ecologische manier doen. En soms ook met anderen. Dat is een kleiner initiatief, de buurttuin kwartier in Balkbrug.
Dat is een initiatief vanuit de buurt zelf en dat ondersteunen wij als gemeente. Dus er zijn, ik heb zo hier een stuk of 15 projecten voor mij liggen, waar dat op kleinschalige manier reeds gebeurt. Waar wij dus afstand doen of in ieder geval samen met de buurt dan wel omwonenden een stuk bermbeheer doen. Voorzitter, één aanvullende daarover. Is het denkbaar dat we op korte termijn zo'n rondje langs de plaatselijke belangen gaan maken? Hè? Dat wordt ook in de uitwerking zo gezegd, om dit punt althans mee te nemen van de ChristenUnie. Ik voel daar zelf ook namelijk erg veel. Ja, maar dat gaat mij net te snel. kijk, hier zit wel het spanningsveld in dat we over hele grote stukken beschikken in onze gemeente. Waar je echt grote stappen zou willen maken. Meer dan 35% zeg maar, een opbouw. Dus daar heb je wel wat grootschaligere contracten voor nodig. Nou, volgens mij is dat misschien wel een idee om dat gewoon met LTO nog eens keer op te pakken. Om te kijken van is daar behoefte aan? Hè? Zouden we dat kunnen doen? Die bereidheid die is er om dat gesprek aan te gaan. En kleinschalig gebeurt het al via de projecten die ik net al noemde. Soms ook al langere tijd. En daar zouden we ja, via de plaatselijke belangen of buurten dat nog eens onder de aandacht kunnen brengen tijdens de overleggen die we hebben met die plaatselijke belangen. En die bereidheid die is er van de zijde van het college. Meneer Bak. De werktitel Berm zoekt boer. Ja. Nou, de werktitel is er al. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Mulder, meneer Van den Berg, meneer Rodemond, mevrouw Luit ook. Ja. Nou, of er een tweede termijn, of u daar een behoefte aan heeft. Dan beginnen we weer even bij u, mevrouw Luijten. Ja, voorzitter, ik ben opnieuw teleurgesteld helaas met het antwoord van het college. Die eigenlijk zegt, nou, het is wel ambitieus en het is wel duur en het is ook nog wel goed. Ik dacht dat ik nou net had uitgelegd waarom wij die drie dingen allemaal niet vinden. Het betekent dat ons standpunt eigenlijk nog niet gewijzigd is. En ik vind het jammer dat iets wat ik al een paar keer heb gezegd 2,5 jaar duurt. Wat niet alleen mijn partij belangrijk vindt, maar waar twee stemmen na de moties zijn aangenomen. Dat daar gewoon zo hardnekkig eigenlijk een net elke keer weer uit het college komt. En dat stelt me zeer teleur. Het had op zijn minst aardig geweest als er nu een antwoord was gekomen. We gaan er nog een keer naar kijken. En dan nemen we ook het initiatief van meneer Mulder of het Bermzoekboer mee. Daar had ik dan ook niet heel gelukkig mee geweest, maar gelukkiger dan nu. Want met het huidige antwoord zullen wij dan toch tegenstemmen. Oké. Geen vragen hoor ik, maar meer een haast een soort stemverklaring aan stal. Meneer Bak. Kijk, ik sluit me van harte aan bij mevrouw Luijten. Suggestie Bermzoekboer, ik denk dat het zeker het overweeg waard is om met LTO te bespreken. Dus vanuit de ChristenUnie prima voorstel. Dus wat mij betreft zou het zo zijn als het voorstel aangepast kan worden in die richting, dan kunnen wij meegaan. Wordt het voorstel in die richting niet aangepast, dan zullen wij ook tegen zijn. Oké, meneer Rodemond. Ik heb daadwerkelijk nog een vraag. Ik weet niet of dat passend is in deze. Ja, dat dacht ik. Maar goed, ja, je weet maar niet tegenwoordig. Dat gaat over de kosten. Omdat de portefeuillehouder in deze daar ook nadrukkelijk op inging. En ik miste inderdaad ook een beetje de verklaring, de onderbouwing van die hoge kosten met betrekking tot het voorstel wat nu voor ligt. En daarbij nog een vraag aan mijn zijde. Maar ja, dat is vrij recent pas in de nieuwsmedia terechtgekomen. Mevrouw Luijten refereerde er al aan. Als je het goed doet wat betreft dit ecologisch bermbeheer, dan kan het ook helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups. De vraag daarbij is tweeledig. Herkennen we dit vanuit de proefstukken die we nu kennen, die 20% die we nu al doen? En als dat zo is, als het zo effectief is, dan zouden we theoretisch 50.000 op jaarbasis kunnen besparen voor de bestrijding van die processierups en dus kunnen inzetten voor dit verhaal mogelijk. Maar daar graag een reactie op van het college. Interessante theorie inderdaad. Meneer Van den Berg. Ja, voorzitter, ik heb nog geen antwoord gehad op mijn vraag, waar het maïs op blijft. En als er al contact is geweest met akkerbouwers om het toch eventueel als bodemverbeteraar in te zetten. Mis het schoonmaïsel is. Oké, nog twee vragen die waarop blijven liggen. Meneer Mulder. Voorzitter, ik ben wel een beetje benieuwd eigenlijk waar het CDA staat op het voorstel van de ChristenUnie om de boeren te betrekken. Want ik hoor nog weinig ambitie daar en ik ben benieuwd hoe het CDA daarin zit.
Nou, laten we heel even meneer Van den Berg reageren als hij daar behoefte aan heeft. En dan voorzitter, ik ga volgens mij duidelijk aan om die samenwerking te zoeken met akkerbouwers. Dus, en volgens mij zijn akkerbouwers ook agrariërs. Dus, Ja, maar ik bedoel echt meer specifiek op het voorstel van ChristenUnie Boer zoekt Berm. Dat we boeren betrekken bij het Bermzo of Bermzo Boer. Om het muizel op te halen en te verwerken. Als de agrariërs dat graag willen, zullen we daar nooit tegenhouden. Oké, okay, helder volgens mij. Meneer Mulder dan. Ja goed, wij zijn blij dat de portefeuillehouder zegt van nou, we gaan die pilot, die gaan we starten. Heel nadrukkelijk. Wat het lastig is, we gaan nu voor 35% ecologisch bermbeheer. Alleen uit de footnote blijkt gewoon, het kan misschien ook wel 50% zijn. En dat maakt het zo verdraaid lastig. Want nu wordt gewoon aangegeven van, wij weten niet wat zo'n maaizuigcombinatie, wat die aan kan. Dat komt in een stuk niet naar voren. Maar men geeft in de voetnoot aan, ja, als dat ding bij wijze van spreken 7 km per uur draait, of 4 km per uur, ja, dat maakt behoorlijk verschil. Dat snappen we. Maar ja, daarom is het ook lastig om nu te zeggen van ja, die 35% vinden we veel te weinig. Want het zou maar zo kunnen zijn van dat de portefeuillehouder ook zegt van laten we nu gaan starten 2018. Om dan te kijken naar een jaar van wat kunnen we inderdaad gaan maaien. Ja. Wel, ik hoor niet echt een vraag, meer een nou ja, meer een statement van ja, richting de portefeuillehouder. Mooi dat hij het voorstel overneemt en ermee aan de slag gaat richting boeren, agrarische natuurverenigingen. Of plastic plannen. Ja. Want daar zien wij echt heel veel kansen. De gemeente hoeft niet het dure materiaal aan te schaffen, terwijl het toch al bij de heren landbouwers in bezit is. En volgens mij kan je daar een hele mooie dubbelslag maken. Ja, en daar staat misschien een kleine vergoeding tegenover. Nou, die vergoeding die kan wat ons betaald worden uit datgene wat we normaal klepelen. Nou, als de klepelprijs is ongeveer wat ik uit ervaring mee heb, is 4 cent per vierkante meter. Nou ja, reken maar uit. En dat is dan de vergoeding die de hele landbouwers daarvoor kunnen krijgen, want anders waren wij ze ook kwijt geweest. Een gevalletje boerenverstand, als ik het mag samenvatten. Dat betekent dat, als ik het goed heb samengevat, dat er twee vragen van meneer Van den Berg zijn blijven liggen en twee nieuwe vragen van meneer Rodemond zijn bijgekomen. En dan wou ik nu de portefeuillehouder daar de gelegenheid voor geven om die te beantwoorden. Ja, dank voorzitter. Ik begin even bij het CDA, want die vragen zijn inderdaad blijven liggen. Excuus daarvoor. Ja, waar blijft het maaisel? Of wat gebeurt er met het maaisel, schoon maaisel? Schoon maaisel in de zin van, is het... nou ja, eigenlijk is de vraag daarin van, zie je maaisel als afval, zeg maar, product of als grondstof? Hè? En dat is natuurlijk de kunst en daar hangt ook weer de prijs mee samen. Dat is ook waarom we het niet exact kunnen zeggen hoe het nou wordt. Want als je het als afval ziet, dan wordt het een heel dure aangelegenheid. Nou, en we moeten het omdraaien richting het gaan zien als een stuk grondstof, zeg maar. En daarin doen we op dit moment ook, zijn we gestart om te kijken of dat maaisel ook ingezet wordt als kan worden als grondstof. Er is een heel kansrijk initiatief in Zuidwest-Drenthe waar we mee samenwerken. Dat is de gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe, waarin nu wordt gekeken of je inderdaad van het maaisel vezels kunt maken die als grondstof dienen om platen van te maken voor de bouwsector, zeg maar. Daarin participeren wij, ook vanuit Hardenberg, om te kijken van levert dat wat op. En nou ja, dan is dat maaisel ook interessant. En dan kun je ook daar, dan hangt dan weer vervolgens een heel ander prijskaartje aan. En dat heeft dan wel weer invloed op de totale prijzen, zeg maar. Daar waar het gaat om ja, schoon maaisel te gebruiken, ja, dat hangt van de gebieden af waarin je zit. Hè. Of het interessant is voor een boer, zeg maar, om het maaisel te gebruiken inderdaad voor voedingsstof voor het vee. Dat zou kunnen. En in, wat, sorry. Voedingsstof voor de bodem. En ook voor de bodem inderdaad, dat je dat daar juist wel laat, nou ja, laat liggen of niet. Nou, dat zou de pilot verder ook moeten uitwijzen, hè, dat je bepaalde gebieden gaat aanwijzen om dat aanwijzen om te kijken van hoe pakt dat nu uit. En dat is ook hetzelfde de vraag van D66, geloof ik. Nou, het gaat over dat kostenaspect en over het voorkomen, of tenminste draagt ecologisch bermbeheer bij aan bijvoorbeeld het voorkomen of minder worden van eikenprocessierups. We hebben ook de verhalen gelezen in de krant. Het wordt ook erkend, onderzoek wijst het ook uit.
Alleen in Hardenberg hebben we nog te weinig ervaring daarmee opgedaan om te zeggen van nou ja, significant zijn er minder rupsen aanwezig daar waar je ecologisch bermbeheer doet. Dat kun je niet zien en dat kun je ook niet zeggen. Het zou wel interessant zijn, want dan zou je inderdaad ook met budgetten kunnen gaan schuiven. Maar dat is op dit moment veel te vroeg om dat te doen. Ik zou het graag willen doen hoor, maar dat is op dit moment niet aan de orde. Voorzitter, dan maar even daarop aanhakend, is dan het college in ieder geval bereid om dat soort aspecten ook mee te nemen in de eerste periode. Om echt nadrukkelijk te kijken naar dit soort inderdaad budgetverschuivingen. Vooral het begint bij de effecten, om die in kaart te brengen. Heeft het effect dat wat je doet? Als dat zo is, dan kun je ook vervolgens met de budgetten gaan schuiven. Maar nogmaals, geen hooggespannen verwachtingen daarvan. Maar ik denk dat het is goed om de afspraak te maken om het wel mee te nemen, om dat te gaan monitoren. Dat hoor ik Luc hiernaast ook zeggen. Dat gaan we doen. Ik ga dan ogenblikkelijk naar de Partij van de Arbeid toe, want ik vind het wel heel vervelend om te constateren dat u vindt dat wij hardnekkig een niette uitroepen. Nou, dat past niet, vind ik, bij het college. Dat heeft u mij ook niet horen zeggen, maar misschien stond de microfoon uit. Dat we dat net dat deel hebben gemist van elkaar. Nee, zonder gekheid. Alleen dan is de vraag van hoe vertaal je dat nu? Volgens mij heb ik hier een toezegging willen doen vanuit de zijde van het college. Om tegemoet te komen aan ook uw wens om meer te doen. De beweging van het college is ook meer. We gaan gewoon veel meer ecologisch bermbeheer doen. Dus in die zin proberen we u echt wel tegemoet te komen. En dat is ook in de afgelopen 2,5 jaar al gebeurd. En ik snap dat u bent teleurgesteld dat u zegt van ja, maar ik wil eigenlijk naar die 90% toe en liefst zo snel mogelijk. Dat zouden wij ook wel willen, maar binnen de kaders die we op dit moment daarvoor hebben. Maar daarin proberen we ons maximaal uit te rekken. En als we van 35 naar 50 kunnen, omdat dat gewoon blijkt dat dat kan, dan zullen we dat ook gewoon gaan doen. Dat mag ook helder zijn, dat gaat gewoon gebeuren. En in die zin, zegt u van het voorstel moet worden aangepast. Mijn beleving, en mijn microfoon doet het nog steeds, is het wel gewoon een harde toezegging hier van het college. Om te zeggen van nou, het wordt genoemd de berm zoekt de boer. Ik ben bereid van de zijde van het college om te zeggen van wij gaan met die pilot, wij willen met zo'n pilot aan de slag. Om ook vanuit die kant, dus niet alleen vanuit die 35% vanuit het college, maar ook vanuit de andere kant kijken, vanuit die samenleving, kunnen we dat verder uitwerken om dat ecologisch bermbeheer te stimuleren. Dus volgens mij kom ik u wel degelijk tegemoet. Ik zou het mooi vinden als u ook zegt van nou, ik heb u nu goed verstaan. Ik kan daarin een end met u meegaan, zeg maar. En ik geef direct toe, we gaan niet binnen de budgetten die er op dit moment voor zijn, maar dan wel zo maximaal mogelijk kijken hoe we dat kunnen gaan organiseren. Om dat ecologisch bermbeheer, om de volgende stappen daarin te gaan zetten. Graag tot een kleine reactie aan. Dat dacht ik al. Ja, nee, ik waardeer op zijn minst dat u voor uw gevoel nog een extra inspanning doet. Ik was eigenlijk een beetje aangenaam verrast, dat we op dit onderwerp uitgerekend de gemeente Linkt wordt ingehaald door de LTO en de agrarische sector, omdat we daar op dit moment verder mee kunnen komen dan met ons eigen college. Want ik begrijp wel dat u zegt, we gaan ons best doen. Maar als u zegt, dit is het budget wat we gaan inzetten, dan hebben we het over 10.000 euro. En dan zit ik al 2,5 jaar op te wachten. U kunt niet van mij verwachten dat ik hier nou echt razend enthousiast over word. Vooral niet als we nou net kadernota's in hebben gehad, waar het geld aan alle kanten ongeveer aan het oor spuit. Dus nee, u zult mij nog steeds niet dansend op tafel zien. Zeker niet als ik een rokje aan heb. Bedenk ik mij opeens. Dat had ik nog niet gezien trouwens. Nee, nou gelukkig. wij zullen ons erop beraden. Ik ben wel blij dat het Berm zoekt boer initiatief, dat u dat serieus gaat onderzoeken. Want daar zie ik wel absoluut mogelijkheden en zeker voor groot arsenaal. Nog even, en ik zou het toch heel fijn vinden als u bevestigt dat ik uw toezegging dan in ieder geval zo heb gehoord, dat zodra het kan en waar het mogelijk is, die 35% zo hoog mogelijk in de praktijk zal worden gemaakt. Want even voordat we roepen dat we met 800 bermen zo ongelooflijk veel arsenaal hebben, wat ik u net zei, Nijmegen heeft 1300 kilometer en dat heeft ze dus nauwelijks iets extra's gekost. Dus het kan nooit zo heel moeilijk zijn.
Ik heb het gevoel dat de portefeuillehouder een toezegging heeft gedaan en dat u nog een klein beetje meer wilt. Dat is eigenlijk wat u vraagt. Hè? Zullen we eens kijken of hij dat ook wil gaan doen, de portefeuillehouder? Nou, dat klinkt heel spannend, voorzitter. Dat lijkt wel een soort onderhandeling. Dat is in mijn beleving niet. Volgens mij is de weg omhoog, of in ieder geval ecologisch Bermbeheer, dat heeft u op de agenda gezet. En daar heeft u niet alleen de raad in meegekregen, maar ook het college, om dat verder te brengen. Een ontegenzeggelijke beweging om te intensiveren, om dat meer te doen. Ook een toezegging gedaan om dat niet helemaal alleen als gemeente te doen, maar daarbij ook vooral partijen bij uit te nodigen om dat te doen. Dus die toezegging die staat, dat is helder. Dat ga ik nu ook niet weer nog een keer herhalen. Ja, u scherpt met de gemeente Nijmegen. Ik ben dan wel heel erg benieuwd naar wat het budget van de gemeente Nijmegen is. Want misschien is dat wel al zo riant dat het ook makkelijk kan binnen de bestaande middelen. Hè. Dus dat is gewoon een vraag van mijn kant dan. Dan moet ik even een kleine correctie plegen. Want de grap in Nijmegen is nou juist dat het ze nauwelijks meer heeft gekost dan op de conventionele methode. Dus dan maakt het niet uit wat het oorspronkelijke budget was. Maar van niet ecologisch naar wel ecologisch heeft ze amper meer extra geld gekost. Ja, maar goed, dat zou dus een enorme budget kunnen zijn wat er beschikbaar is. Dat weet ik niet, maar dat maakt ook niet uit. De beweging, die steunen wij, die u al lange tijd wilt dat die wordt ingezet, die steunen wij. En ik zeg er ook bij, en dat ook vanuit de politieke werkelijkheid, binnen de kaders, en in dit geval ook financiële kaders, die door de raad zijn gesteld, onlangs nog weer bij de katernota. Dus ja, dat klinkt flauw, maar dat is wel de werkelijkheid waarbinnen het college moet handelen. Maar daarbinnen vindt u mij op uw pad om dat verder uit te werken. En dat gaan we ook doen. Helder. Ik denk genoeg voor nu. Kunnen we dit dadelijk behandelen in de raadsvergadering? Dat zou eigenlijk nu mijn vervolgvraag zijn. En dan vervolgens of dat een spreekstuk of een hamerstuk zou moeten worden. Een hamerstuk met de toezegging hoor ik aan de rechter. Ik kijk even naar mevrouw Luijten ook. Het is zo dat als er één iemand vindt dat het toch besproken moet worden, dat we dat doen. Hè? Dus even voor de helderheid. Dus we moeten even daar allemaal over eens zijn dat we dat een hamerstuk wordt. Ik zie nog wat vertwijfeling bij de heer. Nou, laten we het dan zo even doen. Laten we even uitgaan van een bespreekstuk. Want dan kunnen wij eventueel de motie Bert Boer en... ik hoorde iets van, nou goed, laat dat maar zitten. Even bespreken, mocht dat niet nodig zijn, dan kunnen we u dat voor de raadsvergadering laten weten dat het alsnog een hamerstuk wordt. Is dat in orde? Afgesproken. In principe een bespreekstuk dus. En we schuiven hem dus inderdaad door naar de vergadering. Goed, agenda punt 5. Marslanden 2. Ik hoorde net dat ze daar al een pilot doen met het bermbeheer. Dat is alvast geregeld. Nu het bestemmingsplan nog. Daar gaan we het over hebben. Wie mag ik het woord geven? Over Marslanden 2. Meneer Odink, meneer Dogger, meneer Rodemond, VVD Partij van de Arbeid niet. Oké. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik zal het kort houden, omdat ik eigenlijk blij verrast ben met het voorstel zoals dat nu voor ligt. En met name dan omdat hier ook uitgesproken duurzaamheidsambities in verwerkt zijn. Die wat ons betreft navolging verdienen en mogelijk ook zelfs een wat hoger ambitieniveau verdienen. Maar laten we hier maar mee beginnen, was mijn idee. Dus vandaar mijn complimenten richting het college, wat dat betreft. Kort maar krachtig inderdaad. Toch mevrouw Luijten? Ja, ook wij, ik sluit me aan bij de heer Rodemond. Wij zijn blij om te zien dat de duurzaamheidsambitie serieus is opgenomen hierin. Er was nog één puntje of twee eigenlijk die we nog zagen. En het eerste is, natuurlijk is het fantastisch dat het, hoe noem je dat, duurzamer wordt. Wat we nog een beetje missen, en dit is het moment om dat te doen. Het is heel goed dat je zegt, we maken woningen duurzaam en zelfvoorzienend. Maar de grote trend is natuurlijk niet alleen energie produceren voor dat huis zelf of die auto die er straks voor de deur staat, maar ook voor anderen. En of je nou 6 of 12 of 18 panelen op zo'n dak van zo'n nieuw huis bouwt. Die energie is straks ontzettend hard nodig. En als je dat huis aan het bouwen bent, is het beste moment om dat te doen. Dus we zouden eigenlijk willen oproepen om niet te benauwd te kijken naar een huis heeft 6 paneeltjes nodig, dus we leggen er 6 op. Nee, leg er dan vooral ook 18 of 24 op. Want dan kan je ook de auto's in de straat of de industrie om de hoek nog groener maken.
Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. En het tweede is, we zouden toch nog een keer willen aandringen om te kijken of we niet zo lang mogelijk kunnen wachten met het besluit om de wijk toch gasloos aan te leggen. We begrijpen dat dat heel belangrijk is, dat je dat voor zo'n wijk in één keer met z'n allen doet. Omdat als je dat niet doet, dan zijn er altijd mensen die natuurlijk net een iets goedkoper huis bouwen met gas. En nou ja, goed, dat is zonde. Terwijl er hele ontwikkelingen snel gaande zijn. En het zou mooi zijn om toch op het allerlaatste moment voor mij, Bart, dat het nodig is, te besluiten dat de wijk toch gasloos wordt aangelegd. Gasloos, voorzitter. Ja. Ja, ik verstond even grasloos. Maar ik bleef nog een beetje in het vorige onderwerp hangen. ja, precies. Meneer Dogger. Dank u wel, voorzitter. We kunnen in grote lijnen ook aansluiten bij de vorige twee sprekers. Alleen de ondertoon, zoals ik me al verhoorde bij mevrouw Luiten, van zo lang mogelijk wachten om te beginnen om dan ook dat gasloze wijk te realiseren. Daar zijn wij geen voorstander van. Wij willen graag heel snel aan de slag, want we weten dat we gewoon op korte termijn heel veel huizen beschikbaar moeten hebben voor heel veel vraag die er op dit moment is. En we zouden daar niet het gasloze willen laten afhangen. We zijn wel voor om daar misschien eens te beginnen met te kijken in de volgende fase of daar een gasloze wijk gerealiseerd kan worden. Want er komen nog een aantal fasen aan. Maar deze fasen echt zo snel mogelijk mee beginnen, want er is gewoon heel veel vraag naar. Eén klein puntje in het voorstel wat volgens mij een technische omissie is. Er wordt gesproken over een raadsbesluit in 2016. Maar dat moet volgens mij zijn 9 februari 2016, want toen hebben we dat uitgesteld. Oké, dat is dan even voor de boeken, eventueel. Meneer Odink. Dank u wel, voorzitter. Nou, het gras wordt al behoorlijk voor mijn voeten. Nou, moeten we echt opbouwen. Ik heb een wat andere invalshoek. Ook wij zijn blij met het plan zoals het nu voor ligt. We zijn ook blij dat het in dan ook besproken is met de plaatselijke belangen. Hè, daar waar het mogelijke verkeersoverlast een rol speelt. Dus die ontsluiting rondom zeg maar, bouwverkeer, dat is goed gegaan. De vragen die we hebben zitten hem eigenlijk een beetje in die risicohoek. En de financiële paragraaf. Kijkend naar het plan en ook kijkend naar de toch wel forse bedragen die daarin omgaan. Zijn we toch wel even benieuwd naar of er ook eventueel op het financiële paragraaf risico's zijn. Er wordt op een gegeven moment gezegd van de gehanteerde grondprijzen zijn vooralsnog op het niveau zoals die zijn bepaald in de SOC, hè, in de samenwerkingsovereenkomst. Tussen de samenwerkende partijen dient de definitieve residuele grondwaarde nog vastgesteld te worden. De residuele grondwaarde, dat is zeg maar het verschil tussen de maximale verkoop voor het bouwrijp maken. Daar zitten in mijn beleving al wat risico's in. En ik ben dus benieuwd vanuit de portefeuillehouder of daar naar gekeken is en wat die risico's of mogelijke risico's zouden kunnen zijn. Als klap op de vuurpijl toch nog een vraag, want ik had eigenlijk van de rest niet echt een vraag gehoord als ik, of ik heb niet goed geluisterd, maar volgens mij alleen bij meneer Alpik dan een vraag. Dan het college, meneer Snijders. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor de brede steun zeg maar, voor dit plan wat hier ligt. Ik herinner me nog goed dat we dit plan ooit inderdaad in de beginfase in de raad hebben gehad in de crisistijd. Dat iedereen zei van hoe kom je nou bij om een woonwijk te gaan ontwikkelen. En een paar jaar later weten we inderdaad, de heer Dogger gaf het ook al aan, hoe groot de behoefte is om woningbouw te plegen. Ook in de stad Hardenberg om aan de vraag te kunnen voldoen. Dus het is ook mooi dat dit nu van start kan gaan en ik ben het er ook mee eens en dat is ook het belang wel om nu ook te zorgen dat we zo snel mogelijk vaart maken om ook gewoon binnen de kaders die we hebben afgesproken. Natuurlijk gaat het om het bouwen, maar het gaat natuurlijk ook om het financiële verhaal wel om nu ook meters te gaan maken en ook deze uitbreiding mogelijk te gaan maken. Dus een mooi plan en blij dat u dat ook ziet en ook vindt zodat we hiermee aan de slag kunnen. Duurzaamheid, belangrijk thema. We hebben het daar eerder over gehad. Ik ben blij dat inderdaad hier al heel veel wordt gedaan aan duurzaamheid om dat te verwerken in deze bouwplannen, woonwijkplannen. Het is inderdaad nog niet gasloos. Dat is een ontwikkeling die op dit moment toch razendsnel gaat. En we hebben daar ook wel daadwerkelijk naar gekeken. En zoals gezegd, we willen dat in een volgende
fase van deze wijk zouden we daar verder naar willen kijken. Maar we zijn hier wel gebonden. We zijn niet de enige positiehouder, niet de enige eigenaar van de gronden, zeg maar. Dus we kunnen dat niet bepalen. En bovendien, alhoewel minister Kamp daar nu net uitspraken over heeft gedaan, dat hij daar wel medewerking aan wil verlenen. Wettelijk is het op dit moment gewoon ook nog niet toegestaan om als overheid, zeg maar, dit aan te bieden. Maar we houden dat nou letterlijk in de gaten. En daar waar het kan, zullen we ook zeker die initiatieven nemen om bij andere projecten of in de vervolgfase van dit van de Maslanden te kijken waar we dat kunnen gaan stimuleren. Mevrouw Luijten had het nog over op zich een mooie oproep om te zeggen van minimaal is het dit, maar probeer nou meer te doen. Want energie, met name ook elektriciteit, hebben we heel hard nodig straks. Daar ben ik mee eens. En daar kunnen we ook zeker een oproep voor doen. Maar het heeft altijd ook weer een prijs, opbrengst, kosten, plaatje, brengt het met zich mee. En dat is ook de reden waarom we zeggen van nou ja, minimaal moet je wel aan deze panelen voldoen om toch de duurzaamheidsaspecten te halen. Maar meer kan altijd. Maar dat is ook vooral een individuele keuze van mensen zelf die dat straks willen gaan doen. Maar die oproep en in de vermarkting van het product of van deze wijk zullen we dat kan dat meegenomen worden. Maar het is wettelijk niet afdwingbaar op dit moment. Even kijken. De datum, CDA heeft er iets over gezegd. Daar zullen we nog even naar kijken. Dat zal aangepast worden waar dat moet gebeuren. Ontsluiting bouwverkeer is over gesproken. Ik ben ook blij met de oplossing die daarover is gekozen. Ja, en dan komen we bij het financiële verhaal. De risico's, de financiële risico's die erin zitten. We hebben afgesproken dat, zoals dat gebruikelijk is, dat we dat op reguliere momenten doen via de GREX. Dat u daar ook inzicht in krijgt. Maar ik heb toch nog even Arnold aan tafel gevraagd om... dat jij daar misschien toch nog iets over kunt zeggen binnen de openbaarheid, zeg maar, van dit gebeuren. Want voor zover dat kan, Arnold. Misschien dat jij daar nog iets over wilt zeggen over dat verschil tussen de maximale verkoopprijs, kosten die erbij zijn en in hoeverre we daar nou risico's lopen. Nogmaals, binnen de marges van de openbaarheid hier, zoals dat kan. Nou, risico's zijn er natuurlijk altijd in elke grondexploitatie, zoals u weet. De grondprijzen die in de SOC afgesproken zijn met de partijen, die worden ook als ondergrens gehanteerd. Dus we zoeken eigenlijk gewoon meer uit wat kan de markt nu aan om een hogere grondprijs aan te houden. Ja, dat snap ik. Maar wat ik ook nog zie is dat er, zeg maar, dat er toch nog tussen de samenwerkende partijen de definitieve residuele grondwaarden, zeg maar, of grondwaarden nog vastgesteld moet worden. En wat zijn daar dan in nog de risico's? In tegendeel zit er waarschijnlijk helemaal geen risico's aan. Maar wij verwachten eigenlijk dat de grondprijzen in de SOC staan nog aan de lage kant zijn. We willen daar wel mee in eerste instantie de markt op, om te kijken wat de markt doet. En ook gelijk de markt verkennen. We zijn daar ook, in oktober gaan we de verkoop volgend jaar over de eerste kavels uit te geven. Dan zien we ook hoe de markt zich beweegt binnen Marsland 2. Maar daarbij houden we wel de ondergrens aan van de grondprijzen die in de SOC zijn afgesproken. Voorzitter, mag ik daarop een vraag stellen, in eerste instantie maar even aan de portefeuillehouder. Dat aannemen en dat er weinig risico's lijken te zijn aangaande deze exploitatie, zou je dus ook kunnen veronderstellen dat je deze lage grondprijs zou kunnen... Of je meer kan doen aan duurzaamheid. Dat was het stukje wat wegviel. Ja, maar dat heeft wel te maken met de opbrengsten die we nodig hebben, zeg maar, op deze GREX ook. De marktposities die er zijn. Je moet ook ontzettend oppassen om als overheid die markt ook niet te gaan verstoren. Hè. En dit kan daar echt een hele belangrijke bijdrage aan leveren. Maar binnen die kaders zou je kunnen kijken van wat is, zoek je naar een optimum. Maar nogmaals, wij zijn niet de enige partij in deze exploitatie van deze woonwijk. Dus we hebben ook te maken met partners die daarin ook bepaalde kaders hebben voor zichzelf. En daarbinnen beweegt het zich. Dus dat is een spel wat we goed moeten doen met elkaar. En we hebben nu een aantal mooie zaken erin gezet van wat minimaal op gebied van duurzaamheid daar moet gebeuren. En dat zijn best al forse uitgangspunten.
En nogmaals, als we het hebben over projecten waar we zelf helemaal aan zet zijn. Ik zit te denken hier de grond naast het gemeentehuis, waarbij we ook hebben gezegd, daar willen we echt een duurzaamheidsproject van maken. Dan zijn we ook de enige partij. Daar kunnen we ook veel meer van dit soort stappen zetten. Onze bewegingsvrijheid in dit project is in die zin iets minder gewoon. Dogger. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb toch nog even twee aanvullende vragen over de grondprijs. Want aan de ene kant wordt gezegd, we kijken straks wat de markt kan doen met betrekking tot grondprijzen. Volgens mij hebben we hier ook beleid en een grondprijsbrief waarin ook prijzen staan die wij als raad zeg maar hebben geaccordeerd voor verschillende plannen. Hoe verhoudt zich straks dat proces met wat de markt aan kan qua grondprijzen met onze grondprijsbrief? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is, in de oriënterende ronde van 26 januari 2016 heeft de wethouder een toezegging gedaan. Een toezegging om, voordat het bestemmingsplan onherroepelijk is, de raad te informeren over de grondprijzen in de fase 1. En is dus met deze opmerking van we kijken straks wat de markt aan kan, deze toezegging ingetrokken of hoe moet ik dat interpreteren? Voorzitter, ja. Nou, de wethouder kennende kan het nooit het geval zijn en zal die zeker daarop terugkomen. Het is de planning om aan het eind van het jaar, kijk even naar Arnold, ja. Om aan het eind van het jaar moet die grondprijzen en de vaststelling daarvan moet aan de raad worden voorgelegd. En dan wordt er gehandeld binnen het kader zoals u dat terecht schetst, hè, van wat we hebben opgesteld daarin eerder, grondprijsbeleid of kavel-uitgifteprijzen. En daarbinnen zal het zich bewegen, maar u zult uiteindelijk aan het eind van het jaar is de verwachting die prijzen definitief gaan vaststellen. Helder. Goede vraag hoor ik zelfs naast me. Nou, op zich. Goed, helder. Volgens mij zijn alle vragen gesteld, zijn alle antwoorden gegeven. Ik stel voor dat we dit zo meteen niet gaan bespreken, maar als hamerstuk op de agenda plaatsen. Kan iedereen daarmee leven? Ja? Nou, dan gaan we dat doen. Agenda punt 6, het voornemen tot onttrekking van een gedeelte van de nieuwe haven te Hardenberg, ter hoogte van de firma Morsinkhof. Zijn er mensen die daar het woord over willen voeren? Ik had al zo'n vermoeden. Dan gaan we dat ook zometeen als hamerstuk agenderen wat mij betreft. Zullen we dat doen? Is goed. Nou, dan spreken we dat af. Agenda punt 7, de rondvraag. Niemand? Dan sluit ik de vergadering. En dank u voor de komst en hoop ik dat het zometeen aan de andere kant technisch beter gaat. Bedankt.